De 33ste Cantojaarvergadering en handelstentoonstelling te Punta Cana, Dominicaanse Republiek, is afgelopen woensdag afgesloten. Het thema luidde Reimagining ICT as a Tool for National Growth and Development. De Telesuurvertegenwoordiging bestond uit waarnemend directeur Mike Antonius, RVC-vertegenwoordiger Ryan Abrahams en Telesuur-topfunctionarissen Monique Dongor-Struiken en Janice Asraf. De groep heeft geparticipeerd aan verschillende presentaties en had zitting in diverse comité's. Zo is Antonius medepresentator geweest van een presentatie over multiplay en content strategies. Hierbij legde hij samen met Frederik Morten Jr., eigenaar van Tempo Networks Limited, modellen voor hoe bedrijven in het Caribisch gebied kunnen samenwerken ten einde hun business verder te ontwikkelen. Tijdens deze presentatie werden aanwezigen getrakteerd op de vertolking van het nieuwe lied genaamd Caribbean Love van Surinamers Enver Panka en Arita Edmund van Trinidad. Dit primeur benadrukt de regionale samenwerkingsverbanden die Suriname op onder meer cultureel gebied is aangegaan. Ook is hiermee het signaal gegeven dat Telesuur als de digital service provider van ons land op het vlak van content development in de running is. De andere delegatieleden hebben aan kennisverrijking gedaan en flink kunnen netwerken tijdens hun deelname aan HRM, CSR, Marketing, Sales en Customer Experience Workshops. Het streven is erop gericht wederom een plek te bemachtigen in de Canto Board. Telesuur wil zodoende een stem hebben die van invloed kan zijn op de toekomstige ICT-ontwikkelingen in onze regio.